Vrienden, allereerst even een kleine update. Ik kreeg een vraag over hoe het gaat met de sinaasappelboom en de citroenenboom en weet ik van wat. Van Jut. Nou, dan komt hij hier. Kijk even mee. Dit zijn dus mandarijnen. Kijk hier. Dat zijn de mandarijntjes. Die doen het dus lekker. En hier, kom even meekijken. Dit zijn... We dachten dat het citroenen waren, maar dat zijn het dus niet. Het zijn sinaasappelen. Kijk. Ik groei die eventjes. Kijk eens eventjes. Hé. Hey. Nou, zijn jullie op de hoogte van de bomen van Jut? Maar ik wou het eigenlijk even hebben over de invloed van de voetbaltrainer. Want dat hebben we nou weer gezien dit weekend. Ik zit net te kijken naar Feyenoord. Je denkt toch niet dat Arne Slot ook maar enige invloed op die wedstrijd heeft gehad? Of op Feyenoord? 0,0. Die heeft daarnaar staan kijken en die hebben zichzelf gedacht... Wat is dit allemaal? Want die heeft de hele week getraind. Natuurlijk met dat Feyenoord. Die heeft ze alles uitgelegd. En die heeft allemaal systemen doorgenomen. En we gaan druk zetten. En we gaan dit doen. En we gaan mooi combinatievoetbal. Hé, helemaal niks. Want dat Feyenoord was niet om aan te zien. Zo waanzinnig slecht. Slecht en nog eens slecht. En als Feyenoord supporter doet me dat natuurlijk... Heel veel verdriet. En die Arne Slot die staat daar langs die lijn, die zat daar naar te kijken. En die denkt, wat is dit allemaal? Ja, en die heeft daar geen enkele invloed op. 0,0. Het enige wat hij ziet is, en dat hij denkt... Jongen, jongen, wat heb ik een matige en slechte voetballers. En dat klopt Arne, want dat is Feyenoord. Dat zeg ik steeds. En dat zal ook blijken in de toekomst. Maar goed, je wint hem dan nog met enorme mazzel. En dat is het enige wat Arne Slot heeft gehad. Mazzel. En pech, die was er aan de andere kant voor Henk Vrezer. Ja, dat hebben dan trainers soms. Want trainers, die weten ook niet waarom spelers uit vorm raken. Of in vorm zijn. Geen idee. Die weten ook niet waarom het loopt. Waarom loopt het ineens? En waarom loopt het niet? Geen idee. Daar hebben ze geen benul van. Geloof mij nou maar. En wat dacht je dan van Ten Hag? Ja, ook nog zo'n voorbeeld. Ajax. Die Ten Hag heeft natuurlijk de hele week tegen die gasten verteld. Denk erom dat Heracles, die komen erop en die klappen erop en die doen er alles aan, want Ajax komt. Ja, dus zorg dat je scherp bent. En wat gebeurt er? Nee hoor, dat zit niet in die kopjes van die spelers van Ajax. Die denken zoiets van, dat doen we wel even. Daar in Almelo, dat kunstgras, we tikken eventjes die gasten suf en dat doen we wel even. Nou, en dat deden we niet even. En daar heeft dus Ten Hag ook geen invloed op. Want Ten Hag weet ook niet waarom ze zo waanzinnig goed hebben gespeeld tegen Borussia Dortmund. Geen enkel idee. Hij kijkt daar ook naar en denkt bij zichzelf, wauw, wat spelen ze goed vandaag. Ja, en zo kan het ook maar ineens gebeuren, dat je dan afgaat daar bij Heracles. Geen enkele invloed op. En zo is het, beste vrienden.